Goed, wat we nu gaan doen is de zwaartepuntsafstand bepalen bij een driehoek. Gegeven een rode driehoek zoals hier, met de afmetingen 6 meter breed, zeg maar, richting x-as, 12 meter hoog, richting y-as en ergens daar, daar zit de zwaartepunt. De vraag is alleen op welke afstand precies in de x-richting en in de y-richting. Nou, om dit te bepalen kunnen we integraalrekening gebruiken. En er komen er twee nieuwe begrippen. En zoals je hier ziet is de afmeting in de x-richting, dat wordt bepaald door statisch moment om de y-as gedeeld door het oppervlak. Nou, de oppervlaktebepaling, dat is gewoon de integraal van de functie f tussen 0 en 6. Dat is hoe we tot nu toe steeds geïntegreerd hebben. Je moet natuurlijk wel dan de functie kennen. En dus als je de oppervlakte hebt bepaald, dat staat dan in de noemer. En in de teller, daar staat het statisch moment. Nou, wat is dat statisch moment precies? Er is dus eigenlijk al... Als ik dat even hierop aangeef. Je hebt dus eigenlijk een as. En je hebt ergens een of ander oppervlak. Dat oppervlak kan een willekeurige vorm hebben natuurlijk. Dan heb je een zwaartepunt. En vervolgens gaat het oppervlak roteren om een as. Ja? Laat dat... x-as zijn of een y-as, dat maakt niets uit, dan is het statisch moment, is dan die afstand, laat die afstand a heten, dan is statisch moment is dan a afstand maal oppervlak. Net zoals bij een gewone moment, zoals je dat met mechanica hebt geleerd, heb je ook arm maal kracht, dus in dit geval is geen sprake van kracht, maar van een oppervlak. En dat noemen we dan statisch moment. Arm maal oppervlak. Oké. Aangezien hier het woord oppervlak weer terugkomt, betekent dus dat je met behulp van integraalrekening dat oppervlakte kan bepalen. En de armlengte is gewoon, of het is in de x-richting, horizontale richting, of in de verticale richting, dan is het y. Nou, daar komen we zo meteen op terug, hoe dat er dan precies uitziet en hoe je dat kan gaan toepassen. Om te beginnen geef je hier dus de definitie van een statisch moment hier om de y-as, dus het betekent als het ware een statisch moment van het rode figuurtje, driehoekje, om de y-as. Ja. Nou, hoe bepaal je dat dan? Dat is x maal fx. Fx is de functie, met als variabele de x. En dat functie, of dat figuurtje, dat zit tussen 0 en 6. Dus tussen 0 en 6. Dat zijn de begrenzingen van de functie. Oké. Nou, nu dat figuurtje. Op de functie. F. Als je fx wil bepalen, dan is de algemene uitdrukking van de functie ax plus b. A is de richtingscoëfficiënt en b is de snijpunt van ter plaatse van de y-as. Je ziet dus dat de snijpunt ter plaatse van de y-as gelijk is aan 12. Dus we kunnen voor b dan gelijk 12 invullen. De a, dat bepaalt de richtingscoëfficiënt. Dat betekent dus als ik één stap naar rechts ga, hoeveel stappen ga ik dan omlaag? Nou, in dit geval... ga je 6 stappen naar rechts en 12 stappen omlaag. Dus 1 stap naar rechts betekent 2 stappen omlaag. Omdat het omlaag is, wordt het, noemen we dat, min 2. Ja, 2 stappen naar beneden. Nou, we zeggen dus eigenlijk delta x gedeelte delta e. Verandering in de y-richting. Verandering is naar beneden toe. Hè? Dus naar beneden toe van, met 12. Naar beneden is min 12. En de verandering in de x-richting is dan 6. Dus min 12 gedeelde 6, dan komt er min 2 uit. Min 2 is dus de richtingscoëfficiënt, ofwel de waarde van a. Dus als we dat
alsof we a min 2 invullen en voor b 12, dan krijg je hier de uitdrukking fx is y is gelijk aan min 2x plus 12. Oké, dus we gaan fx nu hier invullen. En dat vermenigvuldigen we vervolgens met x. En dan integreren we en dan komt de statisch moment eruit. Oké. Nou, we hebben dat hier ingevuld. Even een stukje afdekken, dat komt zo meteen allemaal. Hier hebben we dat ingevuld. We hebben de grenzen ingevuld, 0 en 6, tussen 0 en 6. En x, dat is die x. En fx, dat is zoals we dat net hebben afgeleid. Ja, dus dat blauwe functie. Min 2x plus 12, dus dat hier. Nou, tussen haakjes. Dus we kunnen die haakjes nu gaan wegwerken. Dan krijgen we gewoon één uitdrukking, houden we dan over. Hier hebben we de haakjes weggewerkt. Want x keer min 2x is min 2x kwadraat. En vervolgens vermenigvuldigen we x nog een keer met 12. Dan krijg je 12x. Nou, die dx dat blijft natuurlijk staan. Integreren tussen 0 en 6. Om te integreren hebben we dus een rekenregel nodig. In dit geval een bekende rekenregel. X tot de macht n, dat wordt x tot de macht n plus 1 en delen door n plus 1. N is in dit geval 2. Dus daar moet ik 1 bij optellen, dat wordt dus 3. En ik deel door een nieuwe exponent, namelijk door 3. Deze min 2 die stond hier al. Dus ik kan min 2 vermenigvuldigen met 1 derde. Dus dat wordt min 2 derde. Integraal van 12x. Hier staat een eentje. Dus n is dan eigenlijk 1. Dus 1, daar moet ik nog 1 bij optellen, wordt 2. En ik deel door 2. Dus nieuwe exponent wordt 2 en ik deel door 2. Dan er stond 12 voor. De eerste 12 die stond hier al. Dus ik doe 12 gedeeld door 2. Nou, en daar komt dan 6 uit. Nog steeds tussen de grenzen 0 en 6, let op, ik zet hier nu een streep achter de integraal. Dat betekent dus dat ik al geïntegreerd heb. Nou, hier zie je dus het vereenvoudigde vorm. Min 2 derde en 6. X kwadraat. Tussen 0 en 6, ik ga nu de grenzen invullen. Dus eerst vul ik 6 in voor de bovengrens 6. De bovengrens 6 vul ik in ter plaatse van x. En vervolgens vul ik 0 in ter plaatse van x. En die twee antwoorden, die haal ik van elkaar af. Nou, dat gebeurt hier. Eerst heb ik 6 ingevuld voor x. Kijk maar, het is 6 tot de macht 3. Hier was x tot de macht 3. En die min 2 derde, die staat hier gewoon voor. Plus 6 keer x kwadraat. Dus 6 heb ik ingevuld, dus 6 keer 6 kwadraat. Nou, als je dit uitrekent, dan komt daar 72 uit. En vervolgens doen we dat min ondergrens. Ondergrens was 0. Als ik hier en daar 0 invul, dan wordt het hele ding wordt 0. Vandaar dus deze 0. Dus je krijgt 72 min 0 en dat is dan 72. Dat is dus statisch moment om de y-as. Oké, we zijn er nog niet. We wilden weten, wat is de x-coördinaat van een zwaartepunt? Ja? Dus om dat te bepalen heb ik dat oppervlak nodig. Nou, dat oppervlak te bepalen, dat hebben we al een aantal keer gedaan. Oké. Dus ik heb daarvoor de functie nodig. Dat oppervlak te bepalen is gewoon fx geïntegreerd tussen 0 en 6. Ja, fx geïntegreerd tussen 0 en 6. Nou, hier staat het dan. De fx min 2x plus 12, geïntegreerd tussen 0 en 6. Oké, we gaan dit integreren, dus we beginnen eerst met x tot de macht 1, bekende rekenregel toepassen, dus exponent met 1 ophogen, dat wordt dus 2, en ik deel de 2. Min 2 stond er al, dus je krijgt min 2 gedeeld door 2, dat is dan min 1. De tweede term, 12, daar staat geen x achter, maar je kan er dus x tot de macht 0 achter denken. En x tot de macht 0, dat is namelijk 1. Dus zo krijgen we toch een x in het plaatje. En dan kunnen we ook n bepalen. N is namelijk 0. Dus als n 0 is, dan krijg je 0 plus 1, dat is 1. En ik deel door 1. Dus dat wordt gewoon 1 keer x tot de macht 1. Dus dat is gewoon x.
zoals het hier staat. Nou, 12 stond er al voor, dus je krijgt 12 keer x. Oké. Ik heb nu al geïntegreerd, dus die kronkel, die sommatieteken, dat kan nu weg. Ik trek een rechte streep tussen 0 en 6, moet ik dus gaan bepalen wat aan oppervlakte hier uitkomt. Eerst vul ik de bovengrens in op de positie van x. Dat doe ik hier. Mijn x kwadraat is 6 kwadraat. En ik zeg 12 keer x, ofwel 12 keer 6, dat reken ik eruit. Nou, dit is dan min 36 plus 72. Dat is dan plus 36, hou ik hier over. Min 0 is dus plus 36. Nou, kun je op een rekenmachientje narekenen. We hadden al eerder gevonden dat SI 72 was. Hier zo. SI was 72. En SI gedeelde A, dat was x coördinaat van het zwaartepunt. Dus 72 gedeelde 6, daar komt 2 uit. Dus hier kunnen we zeggen z is gelijk aan, xz is gelijk aan 2. Wat hier staat, dat heb ik in principe net al uitgelegd. Als je de y-coördinaat van het zwaartepunt wil bepalen, dan moet je een statisch moment om de x-as eerst bepalen, delen door het oppervlak. Maar het oppervlak hebben we net al uitgerekend. Dat was gelijk aan 36. Dus die hoeven we dan niet meer uit te rekenen. Nou, sx wel. Sx staat hier aangegeven hoe je dat moet bepalen. Dat is y als variabele vermenigvuldigd met f als functie van y. Oké, f als functie van x hadden we al bepaald. Dat was die min 2x plus 12. Wat we dan doen, is we brengen alles naar links en we laten rechts alleen x staan. Dus dat betekent dat je deze plus 12, die brengt naar links, dat wordt min 12. Kijk, hier stond y en daar halen we 12 vanaf, dus y min 12. Dat betekent dat je rechts dan nog min 2x overhoudt. De volgende stap is dan dat we van deze min 2 afkomen. Dus links en rechts gaan we nu delen door min 2. Oké. Dus links gedeeld door min 2. Dat is dan min een half i. En min 12 gedeeld door min 2 is plus 6. Min gedeeld door min is plus. Hè? Dus min 12 gedeeld door min 2 is plus 6. Rechts hou ik dan x over. Want min 2 gedeeld door min 2 is plus 1. Dus ik hou hier x over. In principe ben ik hier klaar. Ik schrijf het alleen anders op. Ik zeg fi. F als functie van i is dus gelijk aan min een half i. Min een half i plus 6. Oké. Dus deze fi ga ik nu hierin moeten vullen. Om dus het statisch moment om de x-as te bepalen. Ja, nou dat gaan we dan nu doen. Statisch moment om de x-as. Dus ik ga deze formule nu invullen. I, dat staat hier. Fi is zo uitgedrukt. En er staat hier dus tussen haakjes. Ja? Dus ik heb dus dit gewoon ingevuld. Met i keer de functie die ik hier afgeleid heb. De begrenzing in de y-richting is tussen 0 en 12. Daar houdt het figuurtje namelijk op. Tussen 0 en 12. Dus ondergrens 0, bovengrens 12. En mijn integratievariabele is i natuurlijk. Want ik zit nu op de y-as. Goed. Ik ga eerst de haakjes wegwerken. Dus een half i keer i is een half i kwadraat. 6 keer i is 6 i. Di neem ik natuurlijk over. En dan ga ik de twee termen die hier staan, ga ik integreren. Nou, daar heb ik dus de bekende rekenregel weer voor nodig. X tot de macht n. N plus 1 delen door n plus 1. Oké. Goed. Nou, even goed opletten wat hier gebeurt. I tot de macht 2. Rekenregel toepassen. Dus dat wordt
I to the macht 3 delen door 3. Die min half stond er al, dus dat wordt min 1 tweede keer 1 derde is min 1 zesde. I to the macht 1, daar tellen we 1 bij op, dat wordt I to the macht 2 en ik deel door 2. Hier, I to the macht 2 en ik deel door 2. Er stond al een 6, dus 6 keer een half, dat wordt dus 3. Ja, en de grenzen moet ik nog invullen. Tussen 0 en 12. Nou, dat ga ik hier doen. Eerst 12 invullen, zoals ik dat hier gedaan heb. Op de positie van I vul ik 12 in. En hier ook op de positie van I vul ik 12 in. Nou, dit reken ik uit. Vervolgens haal ik daarvan af. Op de positie van I moet ik dan nog een keer 0 invullen. 2 keer 0. Nou, dat wordt allemaal 0. Dus dat is dan makkelijk. En hier komt nog 144 uit. Dus 144 is mijn antwoord voor statusmoment om de x-as. Ja? Dus dat betekent als het rode figuurtje gaat roteren om de x-as. Ja? Goed. Oppervlak, dat hadden we al bepaald eerder, dat was 36. Maar ja, hier zie je het nog een keer als je dat gaat bepalen tussen 0 en 12. Net op een andere manier komt exact dezelfde waarde uit. Dus min een half i plus 6 geïntegreerd. I verhogen met 1, dus I to the macht 2 delen door 2. 1 tweede keer 1 tweede is 1 vierde, zo komt een minnetje voor. En 6 integreren is 6x. Tussen 0 en 12, de grenzen invullen. Nou, dat gebeurt dan hier, en er komt 36 uit. Dus ik heb statisch moment om de x-as, en 36 heb ik allebei. En hiermee ken ik dus statisch moment om de x-as, en het oppervlak heb ik. Dus ik kan de y-coördinaat kan ik nu uitrekenen. 144 gedeeld door 36 namelijk, en dan komt 4 uit. Oké, dus hier is mijn y-coördinaat van het zwaartepunt, is nu bepaald. Nou, dat is dus een toepassing van de integraalrekening, als je zwaartepunten gaat bepalen. Dan kan je je voorstellen, als dit een betonnen vloer zou zijn, of een balkon of wat dan ook, en je wilt dat gunstig met een kolom ondersteunen, dat je dan die kolom precies in het zwaartepunt kan plaatsen, dan blijft die namelijk in evenwicht. Ja, in alle richtingen. Dus, oké. Nou, dat is aan de bovenkant van die betonnen plaat moeten natuurlijk ook nog wapens zetten, maar daar gaat natuurlijk dan trek optreden. Maar goed, dat leggen de collega's van mechanica jullie wel uit. Nou, hou ik het even hierbij. Ik hoop dat je het kon volgen.